We bestaan 30 jaar. Daarvoor heb ik alle medewerkers uitgenodigd om een tramritje te doen door Amsterdam. Uit 1930. We bestaan 30 jaar, dus vandaar hebben we deze gekozen. Ja, ons grootste doel voor de komende jaren is een nieuw gebouw in Amsterdam. Ik wil binnen nu en 5 jaar een gebouw hebben met een voortgezet onderwijsschool eraan. Dit jaar niet een normale eindpresentatie geven, maar we geven dit jaar een festival. Dit jaar. Ja, dat is heel spannend. Dat wilde ik jullie meegeven als nieuwtje. En nou, voor de rest, geniet nog even van deze tramrit. Dankjewel, Het tramritje was heel erg leuk met iedereen, veel leuke dingen gezien. Maar voor ons 30 jaar bestaan is het niet alleen leuke tramritjes, moeten we ook een fotoshoot doen, want we moeten natuurlijk ons presenteren. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. The war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Nou, het ging heel goed. Het was wel best wel zwaar om heel de tijd heen en weer open te springen, maar het ging wel heel goed. Eerlijk, het is best wel leuk hier. Ja, maar je moet wel echt hoog springen. Ja, anders komt dit shot niet. Maar uiteindelijk is het wel heel goed gegaan. Top man, high five. Dit was de fotoshoot van 2020! Het 30-jarig bestaan begint het wel allemaal heel bijzonder te worden. Na de fotoshoot kwam ook shownieuws langs. Ik vond dat ik het beter kon. Was natuurlijk een beetje eigenwijs, een beetje dominant. Dus ik dacht, nog steeds alleen maar balletopleidingen hier in Nederland. Dat is niet meer van deze tijd. En zo start ze een opleiding die zang en alle dansvormen combineert. De school is een kweekvijver voor multitalenten zoals Holly Brood. Holly is al als kind bij ons begonnen. Er wordt gewoon een onwijze discipline opgebouwd. Dat is ongekend. Ga recht staan. Ja.